super veel haast en stress, dus ik moet nu gaan, doei. Even één ding. Kan dat fucking raam open? Even te wachten. Fucking veel. Wordt er nog een zak? Oh, die zak. Ja, ja, die heb ik. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd en ik ben bezig met het maken van weekvlogs. Vandaag is het natuurlijk maandag en een nieuwe begin van de week. Ik moet zo even naar school. Vanmiddag moet ik even terug naar de dokter, want ik ben dus ziek geweest. Ik heb ontsteking gehad in mijn holtes bij mijn neus. Ik kreeg nu ook antibiotica daarvoor. Maar ik moet even terug om te kijken hoe het nu is. Het is nu 11:15. Ik moet nu eventjes wat gaan eten. En ik moet om 11:45 weg. Dus ik kan misschien nog even een stukje vlog editen van vorige week. En dan kan ik het misschien vandaag online zetten als het goed is. Ik zal jullie even laten zien wat ik vandaag aan heb. Ik moet trouwens nog mijn mascara doen. Dus vandaar dat ik geen wimpers heb. Oh, zit hier een wimper. In ieder geval heb ik deze ketting om. Oké, ze vallen echt helemaal weg door mijn kool, maar... Die dus. Ik heb dit kooltruitje aan en hij heeft van die... van die wijde mouwen, wacht. Nee, van die wijde mouwtjes, dus dat is wel leuk. En dan daarbij heb ik mijn flare aan van Slangenprins met deze laarsjes. En ja, dat was het eigenlijk. En ik heb trouwens ook een nieuwe jas, een nieuwe winterjas gekocht. Dat had ik volgens mij 2 vlogs geleden over, of 1 vlog geleden. Weet ik niet meer. Maar die heb ik dus vorige week gekocht. Ik heb mijn haar toch even vastgedaan. Vond ik even wat leuker. Ik heb deze oorbellen ingedaan en mijn staart is zo'n scrunchie. Dit is trouwens mijn nieuwe jas. Het is zo'n, ja, lange, hoe noem je dat? Ik weet niet hoe je zo'n jas noemt. Maar het is echt super leuk. Ik ben inmiddels thuis en ik zou dus eigenlijk naar de dokter moeten om 16:30. Alleen, ik was om 16:45 uit en toen had ik de bus gemist. En daarna stond ik heel erg in de file, dus heb ik het niet gered. Dus nu moet ik woensdag terugkomen. Ja, het is nu 17:30, dus ik ga denk ik over 30 minuten koken. En ja, vanavond eigenlijk niks bijzonders doen. Morgenochtend moet ik vroeg werken en in de middag ga ik een hele leuke video opnemen. Samen met Isabella. Het wordt een mukbang. Ik weet niet of de video dus online is als deze video online is. Dus jullie gaan het vanzelf zien. Maar het wordt niet zomaar een mukbang. Het wordt een hele leuke mukbang. En ja, ik moet echt kut. Ik moet even de vlog gaan editen en dan die morgen online zetten. En dat was het. School was kort, maar krachtig. Ik heb best wel veel geleerd in het uur, maar wacht, ik ga het laten zien. We moesten zeg maar op Illustrator moeten een soort infographic maken. En dat is ja, gewoon zelf getekend, een soort ja, informatiekaartachtig. Maar ik moet het, ja, maar ik heb eerst een artikel geschreven over vegan, de vegan trend. En dan moet ik daar een soort, ja, dat visualiseren. En we moeten dan dus echt zelf op de computer dingetjes tekenen. Maar dat is echt super moeilijk. Maar ik heb dus een banaan gemaakt. Ik weet echt wat de hel zegt zij. Maar ja, ik heb dus gewoon een banaan gemaakt. En ik ben echt super trots op mezelf. De banaan helemaal zelf getekend. Via dit programma. En dan moet je echt... Nou ja, dit zijn dus allemaal losse onderdelen zoals je kan zien. Maar ja, ik ben echt trots op mezelf. Inmiddels 18:00. Ik heb overal tegen gelegd. Het is inmiddels 18:00 en ik ga even de vlog editen. En dan ga ik Love Island kijken. En morgen moet ik vroeg werken. En ik ben inmiddels klaar met de vlog editen. En ik ga even een kopje thee zetten. En dit is echt mijn favoriete thee ever. Deze thee. En het is eigenlijk volgens mij groene thee met
raspberry en mint. Dus framboos en mint. En het is zo lekker. Het is echt de beste thee ooit. Love it. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik moet nu werken tot 1 uur. En ik ben een beetje weer aan de kant, zoals altijd. Dus ik ga er vandoor. Nou, ik kom net uit werk. En Isabel is bij mij. Hallo. Dus we hebben even kibbeling. Lekker slecht, maar boeien. En wij gaan dus vanavond video opnemen. Helemaal leuk. Zin in. Ik heb er ook zin in. Nou, we gaan nu naar de Mac. We zouden het dus eigenlijk als avondeten doen, maar we gaan nu al, want het is 2 uur en we hebben echt niks te doen. Dus we gaan nu gewoon lekker al pas opnemen van hoi. We gaan naar de McDonald's of de video. Of oh de ja, maar dan moet je misschien even je auto een beetje daarin draaien. Ja. Hou op hoor. Hey. Oh, dit zijn echt de lekkerste smoothies. Ja, ik had ze gewoon een beetje flauw bij het werk. Dus ik kom even. Ben je een beetje flauw? Maar ja. Oh, love it. Dit is echt mijn jeugd. Ja. Oké. Kom op, Isabel. Okay. Ja. Even één ding. Kan dat fucking raam open? Hij vindt het warm. Het is zo. Oh my god, mijn barre hoofd. Oh, maar volgens mij is het heel donker. Misschien een beetje naar voren. Ja, nee, maar dit is een testrandje. We zijn inmiddels thuis. We gaan lekker Love Island kijken. What the fuck? Oh, mijn moppie. Reet lekker. Echt? Mm-hmm. En de video was echt geniaal. Ik ging nog een stukje auto rijden. Ja, je moet echt kijken. Is echt ja, dus je moet sowieso de video checken. Isabel en ik een lekker soepje, broodje. Heerlijk. En we zijn Keeping Up with the Kardashians aan het kijken. Love it. Goedemorgen allemaal. Ik heb super veel haast en stress, dus ik moet nu gaan. Doei. Het is inmiddels 12:55 en ik ben terug van school. Ik heb echt maar een uurtje school gehad, dus doe ik echt nergens op. En ik heb net even... ik had zoveel zin in sushi, maar ik wou dus naar zo'n sushi daily appie. Maar die kwam ik niet tegen. Dus... Ik had zoveel zin in sushi dat ik dacht, ik moet nu sushi hebben. Dus ik heb even heel snel dit even gehaald. Maar ik eet dit dus echt niet zo vaak. Maar ik ben benieuwd of ik het lekker ga vinden. En ik moet over een uur werken. Dus ja. Nou, ben ik klaar met werk? Oh my god. Ja, oké, doei. Goedemorgen allemaal. Volgens mij heb ik vandaag helemaal niet gevlogd. Maar het is 6 uur. Ik kom net terug van mijn werk. Dus ik heb vandaag ook helemaal niks gedaan. Dus ik ga me nu omkleden. Want ik ga naar een vriendin van mij met een andere vriendin. Het zijn eigenlijk twee vriendinnen aan mijn klas. En gaan we gezellig uit vanavond. En we gaan even met z'n allen wat eten en zo. En weet ik het allemaal. Het is helemaal leuk, maar ik moet echt snel zijn. Ik heb alweer helemaal stress. Ik heb alleen maar stress in mijn leven. Dus ik ga nu even snel alles doen, want ik heb nu alweer stress. Godverdomme. Oké, ik zit nu op de fiets. Helemaal buiten adem. Oh mijn god. Woe, ik heb echt geluk, want het is de hele dag aan het regenen. En ik ga fietsen. En het is gewoon droog. Dus... Maar het is heel koud. Nou, ik ben nu bij Marel. Nou, we zijn niet bij Marel, maar... En met Anna. We gaan nu lekker McDonald's eten. Oh, we hebben echt fucking veel. We hebben toch nog een zak? Oh, die zijn. Ja, die heb ik. Nou, het is inmiddels wat later. En we zijn bij Marel op de kamer. Ik zit naast. Nee, nu zie je het niet. Oh ja, ik doe ondertussen mijn broek aan. We zijn even deze lekker aan het drinken. Er zit nog een heel kaartje aan. Ja. Ja, en we gaan zo meteen onderweg. Ik ga heel veel vloggen in de super. In de super. Ja, is goed hoor. Oh, we gaan trouwens naar de superclub. Nu staan. Oh, Marel is ook aan het vloggen. Hi. Hoi. Hoi. Hi guys. Hi guys. Ja. Subscribe. En don't forget to leave a comment. Nee, maar kijk, weet je, als je dit doet, dan kan je... Niet. Hou je back. Ik ben professioneel vlogster. Go girl. Het is mijn telefoon. Ja. Oh. Ik dacht dat het op jouw telefoon was. Kijk, dit is mijn kamer. Kom je binnen. Voetjes filmen.
Dan heb je daar mijn bed en Sarah. Heb je boven een wc? Ik hoor erbij. Ik hoor bij de kamer. Jij staat er bij het interieur, of course. Of course. Niet over te missen. Opa, by the way. Dan heb je daar nog een kast en dat. En het tv. Lekker Netflix en chill. Ja, en een kast en Ansi. Of the day. Vinden mensen ook altijd heel leuk. Outfit of the day. Ik heb deze top aan van Shein besteld. Shein. Deze tas van de Stravidarius. Stravidarius. Zei ik. Stravidarius. Gaat iemand een shotje met mij doen? Ja, nee. Doe maar voor de vlog. Oh my god. Hey, doe normaal. Ik word helemaal akelig. We zijn nu in de fotohol. Wel. Oké, ik ga gewoon met deze kant. Het is kwart voor zes. Hoe kan het daar weer opeens kwart voor zes zijn? Oké, maar ja, morgen moet ik dus echt vroeg op, want ik heb dus de bruiloft van mijn nicht. Ik ben 6:30 thuis, 6:15, 7:30. 10:30 opstaan. Dus ik kan 4 uur slapen. En ik moet eigenlijk naar school, maar dat ga ik niet. Het is echt... Oh my god. Het is echt fucking 6:30. Het is zo koud en het is helemaal nat geregend. Ik ben niet thuis. Goedemorgen allemaal. Ik zie er echt niet uit. Ik heb echt 3 uur geslapen. En nu moet ik me gewoon omkleden. Ik ga me eerst even douchen. Een beetje wat aan mezelf gedaan. Maar van nu is alleen de ceremonie van de bruiloft. En vanavond is het feest. Dus doe ik helemaal andere make-up. Iemand gaat mijn haar doen. Ik ga een mooie klem opmaken. Ik heb een jumpsuit die ik aan ga doen. Ik heb nu even dit aan. Kijk, ik heb heel erg haast. Maar dit is maar mijn outfit voor de ceremonie in de kerk zometeen. Ik heb deze broek aan. Er zit hier zo'n strik. En dan dit is top. Blazer. Een tasje. Helemaal leuk. En ik ben haast. Doei. Hey. Hoei. Laat. Is net afgelopen en we gaan nu naar de KFC. En Deel op de vlog. Ja. Dit is mijn boyfriend, jongens. Heb je al 10 keer gezegd? Ja, maar ik ben zo lief. Ik heb honger vooral. We love Deel. Nou, het is
inmiddels laat en we zijn helemaal opgemaakt. Ik heb Lianne mijn licht opgemaakt en ons haar zit heel mooi. Ja, mijn haar ook gedaan. En we zitten nu in de bus onderweg naar Leiden. Krijgen ze alle twee van. Is de band nog eens? Hey! Shaman! Goedenavond allemaal, het is zaterdagavond. Ik heb de hele dag in bed gelegen en ik was zo brak en zo moe. Dat ik echt vorige nacht natuurlijk echt 2 uur geslapen had. En het is nu avond, ik heb net gegeten, ik had super lekker gekaas van nu. En nu ben ik lekker Keeping Up With The Kardashians aan het kijken. Dus echt een top zaterdagavond is. Maar ja, ik ben al 2 dagen achter elkaar uitgegaan, dus ik kan echt niet meer. Goedemorgen allemaal, het is vannacht zondag en ik ben weer een beetje opgeknapt. Ik heb gisteren letterlijk de hele dag niks gedaan, ik was zo brak en zo moe, dat was niet normaal. Maar ja, ik ga vandaag een dagje naar Amsterdam met mijn moeder en mijn nicht. Super gezellig. Ik heb alleen net mijn highlighter laten vallen, nu ben ik echt verdrietig. Valt het best nog wel mee. Dit is echt mijn favoriete highlighter, ik gebruik deze echt elke dag. Oké, maar ja, dit is dus wel kapot. Maar ja, that's life. Het is inmiddels een tijdje verder. Het is eigenlijk al gewoon avond. Ik heb vandaag super gezellig gehad. Maar ja, ik heb helemaal niet gedacht aan om te vloggen of zo. Maar we zijn ergens gaan lunchen. Super leuk. En daarna was het zo hard aan het regenen en zo kut weer. Dat we maar weer bij een ander tentje een baantje zijn gaan doen. En super gezellig. Even geborreld. Ik ben net thuis en ik ga nu lekker even in bad. Want ik heb het koud en het wordt weer koud. Dat vind ik niet leuk. En ja, het is wel weer zondag. Het gaat zo hard de regen. Het is echt niet normaal. Goedemorgen allemaal. Het is maandag. Heb ik gisteren weer de vlog niet afgesloten. Het lijkt wel echt alsof ik het elke keer vergeet. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet op mij te abonneren. Een blauw duimpje omhoog te doen. En een reactie achter te laten. En ja, dan zie ik jullie volgende week weer.